Piet, die trainer is een beetje een dooie. Nee. Ik vergelijk hem altijd met Captain Peacock. Hij heeft Engelse humor. Meen je dat? Dan weet je wel heel goed te verbergen dan. Dan roept hij hier vuile homo, maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Als je dan tegen Albert Verlinde zoiets roept, zeg ik nog vooruit. Maar zo, bij zo'n wedstrijd kan je dat niet maken natuurlijk, of wel? Nee? Nee, dat kan je niet maken. Maar het past ook niet zo in ons programma. Nee. Ze zitten maar te schrijven, jongen. Ja, nee, iedereen, maar... zelfs Adrie van Tichelen schreef. Ja. En weet je wat hij erop wou schrijven? Goal. Wist hij niet hoe hij het op moest schrijven? Is hij toegedaan heb? Ja. Doelpunt. Ja. Het slechte nieuws is, ik zit gewoon... Ik had een individuele opleiding. Ik zit gewoon volledig in de klas. Dus nou ja, je bent gematst. Dus, nou ja. Dus ik ben gematst? Ja, je zit er al bij nu. Ik ben in mijn kont genaaid. Nou ja. Maar... Hey, weet je welke speler een geweldige lul is? Nee. De speler die ooit een strafschop mist tegen Sillissen. Ja. Hé? Ja. Ja, ja, ja. Ah, ja, jongens, we kunnen wel helemaal belangrijk maken. Vincent Bijlo. Hey, Ik wil er ook een keer bij. Allemaal in het blauw. Dus ik ga vanmiddag naar mijn kledingsponsor Only for Men. Ik zeg, doe mij eens even een blauw pakje. Die heb je even genoemd. Dames en heren, Only for Men. Ja, ja. Wij krijgen nu bij RTL 5 een programma. Dan kan je voor 150 euro iemand aan zijn billetjes likken. Nou, ik kan wel een lijstje maken voor mensen waar ik 150 euro'tjes voor over heb. Heb jij de middenstip trouwens bij MVV gestolen? Die schijnt gestolen te zijn. Ja, dat klopt, ja. Waar ik me een beetje zorgen over maak, als er geen VI Oranje is... gaan jullie relaties het overleven? Thuis bedoel je? Hè, Johan, ik kijk naar jou. Nou, wij hebben in al die jaren al zoveel meegemaakt. Nou, hij bedoelt eigenlijk thuis. Thuis. Nou, of ik nog wel of niet thuis ben, is altijd een probleem. Nou, ik denk dat het bij mij thuis wel gewaardeerd wordt als ik een keer thuis zou zijn. Okay. Ik bedoel, ik ben niet zo heel veel thuis. Nou, dat is dan de enige plaats in Nederland waar ze het appreciëren als jij er bent. Ja, die Boularussi liep langs mijn auto met die mooie vrouw. Die ging naar die Nederlandse misverkiezing. Maar ja, die gasten zeggen niks meer tegen mij. Ik bedoel, hij verziekt de hele tering zo hier aan tafel. Ja, doet het, ja. Ik bedoel, er is geen hond meer die je aankijken op straat. Nee. Iedereen te beledigen. Bart van Oostveen, Khalid Boularus, iedereen beledigt die. Ja. En je ziet zo'n jongen, ik zeg, hé, Khalid. Niks. Ze willen dat die jongen een meisje heeft. En die wil dan een meisje uit een net gezinsvorm zoeken. En toen zei die vader, als je dan getrouwd bent, de liefde komt vanzelf. Dan zit ik op de bank en dan kijk ik rechts van me. Dan denk ik, nou... Als jij wist waar deze honden allemaal aangezeten hadden. Daar zou je een boek over kunnen schrijven. Nee. Dat wordt een behoorlijk dik boekje. Laat het best ruiken. Wippie. Ja. Zelfs dan doe je niet iets leuks voor je vrouw als je naar die wedstrijd zit te kijken. Want ik bedoel, dat is echt een hele slechte wedstrijd. Ik doe wel eens wat leuks met mijn vrouw. Ja? Maar één keer in het jaar of zo. Hè? Nou ja, we maken er geen gewoonte van. Als we een koning hebben die zich tussen het volk begeeft... Dan moet je ook dat soort grappen over hem kunnen maken. En de grappen over het koningshuis kunnen mij nooit hard genoeg zijn. Nee, maar als jij gaat zitten, ligt hij echt in het water. Ja? René, ja? René, ik verdomme... Ja. Ligt hier het water gewoon? Ja. Dat vind ik wel knap, hoor. Dan heeft dus zo is hij gelijk gewassen. Zo. Nee, ik stap altijd weer in mijn nat kopje. Ja. Die man die had toch ook bij een club pas... Laat dan iemand een windje. Wat dan? Nee, niet omkijken. Jij was er zeker. En net zoals die spelers die zeggen... met de kerstdagen willen we bij onze gezinnen zijn. Het hele jaar gaan ze vreemd. En met de kerstdagen moeten ze bij de gezinnen zijn. Weet je wel, wat een gelul. Met de kerstdagen verveelt iedereen zich dood. En dan zit je met je schoonmoeder opgeschreemd. Ja. Dan ben je naar het voetballen. WK rugby, ik bedoel, ik vind het alleen leuk, weet je, om naar te kijken, die mannetjes die zich helemaal... Schoppers lopen. Ja, de tyfus lopen en helemaal naar de kloten zijn. Nou, die krijgen hun piemeltje niet meer omhoog, hoor. Na zo'n rugbywedstrijd. Dan zie je iets van jezelf in terug. Nou, totaal niet. Maar daar...